Dames en heren, van harte welkom bij het vastgoedmarkt ontbijtnieuws op deze allereerste dag van de Provada 2016. Allereerst zou ik willen spreken over een bericht van Maxime Verhagen. Afgelopen weekend sprak hij in Deventer. En daar zei hij dat er een woningtekort dreigt in 2025 van 100.000 tot misschien wel 270.000 woningen. Bart, wat dacht jij toen je dat bericht las vanochtend? Nou, ja, op de eerste plaats dat het best knap is dat Maxine 10 jaar vooruit kan kijken. Want dat is toch een horizon die lastig is gebleken in ons vak. In de basis heeft hij gelijk, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat woningtekort of die schaarste en oplopende prijzen zich al eerder voor zal doen in het midden en westen van het land. We hebben de ambitie om steeds meer te ontwikkelen juist in het stedelijk gebied. Dat betekent complexere plannen en dat betekent ook de noodzaak om je planvoorraad behoorlijk te laten groeien. Wat hij terecht aangeeft wel is de mindset die moet veranderen. We komen van een mindset bij gemeenten waar het vooral ging over prioriteren, voorkomen dat we overaanbod hebben. En je ziet dat veel gemeenten die slag al maken, anderen nog wat moeilijker, dat het nu toch echt nadenken is over zorgen voor voldoende planvoorraad, ja, om schaarste te vermijden. Ja. Boris, wat dacht jij toen je het bericht las? Ja, ik moest een beetje glimlachen. Het zijn een beetje de berichten die we 7, 8 jaar geleden ook in de pers zagen. Dus ik dacht, de oude tijden zijn weer terug. En ik denk ook dat het goed is dat Maxine dit weer op de agenda zet. Van jongens, we moeten weer met elkaar gaan bouwen. Waar we wel voor moeten oppassen is dat we niet overal van die woningen gaan bouwen. En dat we inderdaad heel goed kijken naar de lokale verschillen in Nederland. Het volgende bericht. 18 nieuwe internationale retailers in Amsterdam. Krienta Konings, die heeft ze geteld, CBRE. Wat was jouw reactie, Bart, toen je dit las? Ja, dat is natuurlijk goed nieuws, omdat we zien dat er ruimte is vrijgekomen in de kernwinkelgebieden van de steden. En dat het optimisme voedt dat er nieuwe formules in de steden bijkomen. Ik denk ook branchevervaging, hè, toenemende vraag naar horeca, vrije tijdsbesteding. Veel van die lege gebouwen prima weer opgevuld worden de komende jaren. Ik denk wel dat het belangrijk is om te onderkennen dat dat vooral voor de grote en sterke steden zal gelden. Waar je nu al ziet dat dat prima wordt ingevuld met nieuwe internationale formules of groeiende Nederlandse formules. Er zijn ook veel kleinere steden, steden in de periferie, waar de problematiek wel weer barstiger is. Hè? Ja. Waar het winkelapparaat zou moeten krimpen, zou moeten concentreren. Dus waar het al een jarenlange opgave is om die winkelmarkt te herstructureren. Want ik denk dat die internationale ketens toch kijken naar de top 20 of top 25 steden in ons land. Ja, Boris, jullie hebben veel winkels. Klopt. Wat dacht jij? Dus heel veel mensen hebben de indruk dat het slecht gaat met de winkelmarkt in Nederland. Ja. Terwijl de praktijk is veel genuanceerder. Er zijn steden waar de winkelmarkt enorm aan het opbloeien is. Nou, een stad als Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook in Utrecht gaat het ontzettend goed. Dat is voor ons de reden. Wij hebben een analyse gemaakt. Gezegd, nou, er zijn ongeveer 15 winkelsteden in Nederland die het heel erg goed doen. En die weten ook nieuwe interessante formules aan zich te trekken. Dus daar komen meer consumenten en daar gaat meer gewinkeld worden. Ja. Tegelijkertijd hebben we heel veel, en dat ben ik weer met Bart eens, heel veel zorgen over de andere steden in Nederland, waar veel minder gewinkeld gaat worden en waar de leegstandsproblematiek inderdaad veel weerbarstiger is. Ja. Boven de busterminal het Centraal Station, een beetje aan de kant van Hoog-Catharijnen, daar worden 200 woningen gebouwd. Was jij jaloers, Bart, toen je dat zag? Ja. Het is een project wat via een tender naar de markt is gegaan. Ja. Dus alle partijen die tender niet hebben gewonnen of niet als investeerder in zo'n project stappen, zijn natuurlijk allemaal een beetje jaloers. Maar wat het vooral laat zien is dat we steeds creatiever worden in de buurt van de grote stations om ontwikkelingen mogelijk te maken. Mixed use sterk toeneemt. Hè. Mixed use waarin werken, horeca, wonen, veelal voor jonge mensen, wordt gecombineerd. Wat ik ook interessant vond om te zien is dat het een
vrij nieuwe speler in de projectontwikkelingsmarkt is die zo'n project realiseert. Dus eigenlijk een heel goed gevoel over wat daar gebeurt. En het is een manier waarop we in de komende jaren de behoefte aan vrije sector huurwoningen kunnen laten groeien. Dat is natuurlijk nodig, maar het is ook een kwestie van initiatief nemen, locaties tot ontwikkeling brengen. Ja. En als beleggers en ontwikkelaars je daar ook meer op concentreren, denk ik. Ja. Wat viel jou op, Boris, aan dit project? Nou, ik vind het leuk. Het is een project met veel kleine woningen. En afgelopen week is net het bericht van minister Blok doorgekomen dat je voor kleine woningen in Utrecht en in Amsterdam relatief meer punten krijgt, waardoor je ook in de vrije sector huur kan verhuren. En daar speelt dit project fantastisch op in. Precies. Dit heeft inmiddels een naam gekregen, hè? Ja, het wordt in de markt ook wel eens met blokhokken aangeduid. Dus relatief kleine woningen. Je weet hoe het met de blokhypotheek is afgelopen. Hè? Precies, dus, dat ging weer niet goed. Maar ik vind het zo wel, het heeft iets van een geuzennaam. Want dit is zo het woonproduct van de toekomst. We zien meer eenpersoonshuishouders die flex willen wonen. We zien enorme druk op de stad. Maar bijvoorbeeld ook als je de problematiek van de vluchtelingen ziet. We zijn als een van de rijkste landen in de wereld zijn we helemaal van de leg als we 40 of 50.000 woningen moeten bouwen voor vluchtelingen. Dan denk ik, kom op nou jongens, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers, samen aan de slag om meer ruimte te maken voor betaalbare en goedkope huurwoningen in Nederland. Want daar is zoveel behoefte aan. Precies. Wat de komende tijd in de markt gaat spelen, wat jij ziet, is gezondheid als trend. Ja, er wordt wel eens gezegd, health is the new carbon. Hè, dus we waren afgelopen jaar heel druk met groen. Maar je ziet de trend nu heel erg verschuiven naar gezondheid. En het wordt ook wel eens blauw of blauwe zones of blauwe buildings genoemd. Dus gebouwen waar je fijner en langer leeft. En dat sluit weer aan mooi op de ontwikkeling die Bart net schetst. Het gaat niet alleen maar om de woning, maar ook om de woonomgeving. En die woonomgeving wil je weer gezond maken. En die woning wil je weer gezond maken. En dat is eigenlijk waar trends als het Internet of Things, maar ook sensoring bij elkaar komen. En als je dat weet te integreren met vastgoed, dan kan je continu zien als je in een woning zit of in een woonomgeving zit, hoe prettig voel je erbij? En kan je dat ook beïnvloeden om te zorgen dat het meer in je woning meer lichter is of dat er andere lucht komt, zodat je prettiger wordt, meer energie krijgt, dat je de juiste hoeveelheid lucht krijgt, zodat je gezonder kan leven. Meneer Balkenende, hartelijk welkom bij Vastgoedmarkt. Ik ben heel blij dat u even tijd heeft om een rapport in ontvangst te nemen. Ik wil u een microfoon geven. Veel mensen kennen Vastgoedmarkt van de krant en van de dagelijkse nieuwsbrief. Een nieuwe lood aan de stam, die wij vandaag vol trots presenteren, is het trendrapport, Vastgoedmarkt trendrapport. En dat behandelt steeds de vastgoedmarkt in een grote stad van Nederland. We gaan de vier grote steden doen en de Brabantse stedenrij. En dan in een frequentie van elk half jaar maken we een röntgenfoto van de vastgoedmarkt in die betrokken stad. Waarom wilden we het graag aan u overhandigen? Omdat u een bekende Rotterdammer bent. En ons eerste vastgoedmarkt trendrapport gaat over Rotterdam. Het is een digitaal rapport en ik ben heel blij om het u te mogen overhandigen. Digitaal, daar heb je niet zoveel tastbaars bij, maar dit is hoe het eruit ziet op de tablet. Nou, het is ontzettend goed om dit te horen. Ik wil u complimenteren met het uitbrengen van deze rapporten, om te weten wat gebeurt er. Elke strategie begint met scherpe analyses te maken. En daar is dit nodig voor. Ik vind het ook erg mooi dat u Rotterdam nu ook noemt. Ik woon zelf aan Capelle aan de IJssel, maar ik voel me wel een Rotterdammer, moet ik zeggen. Ik ben ook actief betrokken bij allerlei ontwikkelingen in Rotterdam. En ik moet zeggen, als je ziet wat er de laatste tijd is gebeurd. Een nieuw centraal station, de Markthal, het gebouw de Rotterdam, uitbreiding van de haven. Je ziet een geweldige dynamiek. En dat hangt dus ook samen met vastgoed in een stad. En dan is het heel goed om onder de ogen te zien van hoe ver zijn zaken. Wat gebeurt er? We zitten verder uitdagingen. Dus complimenten voor het werk. Heel veel succes. En ik ben hier gelukkig mee. Ik ga het zeker ook digitaal bekijken. Fantastisch. Dank u wel. Hartelijk dank. Applaus.